Goedenavond, dit is het COVID-19 Journaal. Het gaat de goede kant op, maar we zijn er nog lang niet. Dit zei president Chandrika Prasad Santokhi over de COVID-situatie in ons land zondag in een nationale toespraak op radio en tv. Ondanks de dalende trend moeten we waakzaam blijven. Indien we ons aan de regels blijven houden, kunnen we zoals nu ver onder de 25 nieuwe besmettingsgevallen per dag blijven. En dan hoeft er dus ook geen verscherping van de maatregelen te volgen. Als staatshoofd deel ik met gepast enthousiasme mede dat we alweer een stap dichterbij naar volledige normalisatie kunnen nemen. De integrale aanpak van de COVID-19-pandemie in Suriname werkt. De cijfers staven dat. We zien een scherpe daling van het aantal actieve besmettingen. Alle recente uitbraken, met name in Apura, Kwamalasamutu en Saramaka, zijn thans onder controle. Landgenoten, het gaat de goede kant op. Maar we zijn er nog lang niet. Blijft u dus waakzaam. Blijft u zich aan de regels houden. Het richtcijfer is minder dan 25 nieuwe gevallen per dag. Wij hopen dat dit beeld zich de komende 7 tot 10 dagen voortzet. We rekenen daarvoor op uw medewerker. Maar wees u wel gewaarschuwd. Bij een stijging van boven de 25 nieuwe gevallen per dag zullen wij genoodzaakt zijn om de maatregelen wederom aan te scherpen. De komende week arriveren de antigeensneltesten. Mijn dank gaat uit naar de PAHO en WHO voor deze gesten. Deze testen bieden binnen een half uur resultaat. Deze nieuwe testen zullen gebruikt worden door de ziekenhuizen als sneltesten in alle CITO-gevallen. Maar ook op de verschillende testsites in stad, district en binnenland. De meeste maatregelen die nu ook in speciale COVID-19-protocollen zijn opgenomen, blijven vooralsnog van kracht. Het staatshoofd maakte verder melding van de antigeensneltest die binnenkort in ons land wordt geïntroduceerd. Al met al voel ik mij als staatshoofd steeds meer verzekerd dat wij als natie hierbovenop zullen komen. Terwijl wij stap voor stap de nodige protocollen implementeren, weten wij dat grote delen van de samenleving en diverse sectoren in het bedrijfsleven nog steeds zwaar gebukt gaan onder de sociaal, economische en maatschappelijke gevolgen van de COVID-19-pandemie. Ik wil dat u weet dat het beperken van de impact van de COVID-19-pandemie op onze samenleving onze bijzondere aandacht heeft. Wij werken intensief aan modellen waarbij elke burger in zijn of haar rechten gekend is. Tegelijkertijd is het de plicht van de overheid om de volksgezondheid te beschermen en te waarborgen. Zo ook is het de plicht van elke burger om de maatregelen nauwgezet in acht te nemen. Dus nee, u kunt nog niet uitbundig feesten. Nee, de warme brassas moeten nog even uitblijven. Ja, maar het is ook uw plicht overtredingen te rapporteren. Ja, u zult de sociale controle moeten uitoefenen. COVID-19 is nog niet voorbij. Er zijn nog steeds nieuwe gevallen. Er zijn nog burgers die overlijden. De afgelopen week heeft één Surinamer de strijd tegen deze ziekte verloren. Onze condolences gaat uit naar alle nabestaanden. Het uitgangsverbod is vanaf vandaag met een uur bijgesteld en geldt nu van 10 uur 's avonds tot 5 uur 's morgens. Voor recreatieve sporten zoals voetbal, volleybal en basketbal komt vanaf deze week wat versoepeling onder strikte voorwaarden. Een andere belangrijke verandering die we kunnen doen en eigenlijk die we ook al zien gebeuren, maar waartegen we dan moeten optreden, dat zijn recreatieve sporten. En wij zeggen als overheid, wij staan achter sport, omdat sport betekent dat je beweegt. We hebben afgelopen periode hele inactieve sportactiviteiten gehad. We hebben geen activiteiten gezien. Mensen zijn behoorlijk in gewicht aangekomen. En de mensen moeten dus weer gaan sporten. Sporten helpt weer je weerstand te verbeteren.
Sport helpt weer een beetje afvallen. Sport helpt weer een beetje het sociaal leven op gang te brengen. En daarvoor hebben we ook protocollen. En de protocollen zijn vrij duidelijk. Wanneer we praten over recreatieve sport, dan praten wij over teamsporten. Zoals voetbal, volleybal, basketbal, zwemmen. Al dat soort van zaken kunnen weer plaatsvinden. Natuurlijk onder de geldende protocollen. Bij het sporten gelden slechts drie belangrijke zaken. Dat is afstand houden. Uw handen wassen voor je gaat sporten. Natuurlijk kan je niet met een mondkap op sporten. Dus daar zul je een uitzondering van moeten maken. Maar we roepen de samenleving op en de sporters. Indien u ziek bent, indien u koortsig bent of grieperig of u hebt enkele tekenen die pas kunnen passen bij COVID-19, moet u niet gaan sporten. Maar dan moet u contact maken met 178 of uw huisarts. Bescherm ook daarbij, neem ook daarbij in acht dat je mogelijk besmet bent. En dat je eerst moet onderzoeken als je niet besmet bent. En aan de hand daarvan neemt u besluit. Ga niet denken, ik ben een beetje grieperig, het sporten gaat me helpen. Het is heel belangrijk om daar naar te kijken, omdat u in contact zult komen met mensen van verschillende huishoudens. En als u daar als besmette persoon op de sportplek aanwezig gaat zijn, maakt u onnodig meer slachtoffers. Meer mensen die besmet raken en meer verspreiding. We houden het goed in de gaten. Als mag blijken dat bij sportplekken er transmissies plaatsvinden, als mag blijken dat sportcentra superspreading centers zijn geworden in plaats van sportcenters, dan gaan wij dan weer de knop terugdraaien. Daar die afspraak gaan we maken met de samenleving. Tevens is het belangrijk bij wedstrijden dat er geen scheidsrechter moet zijn. Scheidsrechter, bij recreatieve sport, dan is er steeds weer iemand anders een scheidsrechter. En meestal hebben we maar één wedstrijd fluit. En die fluit gaat van persoon naar persoon, wordt even ontsmet. Maar het is zeer gevaarlijk bij COVID-19. Daarom dat we geen scheidsrechter toestaan. Ook vragen wij om geen toeschouwers mee te nemen naar een recreatieve sportactiviteit. Tevens wil ik vragen aan personen die geïnteresseerd zijn om toernooien op te zetten nu, om dat nog niet te doen. Daarvoor gaat u geen toestemming krijgen, omdat het toernooi veel meer voorbereiding nodig heeft. Er zijn veel meer zaken die we moeten voorbereiden bij een toernooi. De voetballers, vanaf vandaag mogen jullie weer voetballen. U kent het, de minivelden. De mensen hebben maandenlang geen inkomsten gehad, de eigenaren. Nu is er weer wat licht in de tunnel. Mensen mogen weer gaan voetballen. We hebben al gezegd, we staan achter sport. Maar ik ben ook een voetballer en ik weet wat er gebeurt. We kennen internationaal de eerste en de tweede helft van een wedstrijd. In Suriname hebben we onze eigen manier van sporten. We kennen de derde helft. En die derde helft, daar is het gevaar. Want we gaan dan met elkaar socializen. Op een veel intiemere manier. We komen bij elkaar, we gaan drinken, we gaan eten na de wedstrijd. En dat moeten we niet hebben. We willen meewerken aan uw wens om te sporten. Dat doen we ook, we hebben ingewilligd. Echter, verzoek ik u ernstig en dringend om niet mee te werken aan een derde helft. Stopt u daarmee, beseft u dat dat niet goed is, dat dat kan leiden tot het sporten zelf niet zoveel risico heeft, maar die derde helft waar mensen bij elkaar komen, om dan te gaan praten over het verloop van de week of het verloop van de wedstrijd, waarbij ook nog eens een hapje en een drankje erbij komt en er vaak wisseling is van zaken, dat kan wel gaan leiden tot mogelijke spreidingsgevaren. Sinds het aantreden van de nieuwe regering is het systeem voor wat betreft het testen van burgers aangescherpt. Drive-by swabs, walk-in clinics zijn zaken die geïntroduceerd werden. Zo worden er nu op dagbasis tussen de 150 en 250 swabs afgenomen. U zult gemerkt hebben dat sinds het aantreden van deze regering en mij als minister, wij onze teststrategie hebben aangepast. Waarvoorheen mensen met veel meer klachten pas getest werden, hebben wij deze drempel verwijderd en hebben aangegeven dat mensen veel laagdrempeliger kunnen testen. Zo hebt u gezien in de afgelopen periode, ook in het COVID-journaal, dat wij drive-by swaps hebben. We hebben drive-through swaps, walk-in clinics, waar mensen gewoon naar binnen kunnen gaan en een swap kunnen laten afnemen. Er wordt natuurlijk een lijstje bijgehouden en swap wordt afgenomen. En op die manier hebben wij heel veel testen gedaan. Heel veel testen op dagbasis, veel meer dan voorheen. En dat heeft ook geleid dat we heel snel positieve uit de samenleving konden detecteren. En die mensen ook snel ergens konden plaatsen. Dat was de isolatie. En dat heeft weer ertoe geleid dat de mensen niet in staat waren om verdere verspreidingen tegen te gaan. Dat is als een van de strategieën die het ministerie heeft toegepast om de besmetting en de transmissie
te vertragen en te verlagen. Het heeft gewerkt. We blijven veel testen. We doen gemiddeld rond de 150 tot 250 testen per dag. Met natuurlijk in het weekend een dip. Omdat in het weekend echt wel de mensen gaan testen die ziek zijn. Maar door de week zien we dus wel veel meer mensen gaan testen. Waarmee we zitten namelijk is we hebben genoeg capaciteit. We hebben genoeg capaciteit aan swabs. Echter zitten wij met een heel vervelend probleem. En dit probleem is namelijk dat wij voor de testprocedure er een aantal stofjes, hulpmiddelen nodig zijn. Dat zijn onder andere de lab disposables, zoals we die noemen. Dat zijn plastieke buisjes, plastieke plaatjes. En die zaken hebben, als u dat mag weten, er zijn wereldwijde schaarsten aan dit soort van hulpmiddeltjes. We hebben reeds bestellingen gepleegd, maar we krijgen bij mondjesmaat bestellingen, leveringen binnen. En aan de hand daarvan kan ik dus constateren dat we niet volop kunnen testen. We testen wel, we kunnen het nog aan, maar we zijn ook wel bezig om continu dit soort van zaken te bestellen. Ik weet niet of u zich nog kunt heugen als burger dat er een tijdje een wereldwijde schaarste was aan maskers. Dat komt allemaal door de ineens grote vraag naar die maskers. Zo hebben veel landen het testbeleid aangepast en is men ook meer gaan testen. Dus op een gegeven moment raakten ook die lab disposables op. En iedereen bestelt nu en de mensen moeten dus nu, de leveranciers moeten dus nu ineens veel meer gaan produceren. Ook wij. En wij zijn een kleine speler op de markt als land. Wij nemen niet zoveel af als grote landen. Maar wij worden wel voorzien van dit soort van middelen. Alleen duurt het wat tijd in beslag. Minister Amar Ramadin van Volksgezondheid gaat in dit COVID-19-journaal wat meer in detail over hoe door een geïntegreerde aanpak de dalende trend door te zetten en wat het van ons als land zal vergen om COVID-19 blijvend onder controle te houden. Het is een grote uitdaging voor ons geweest om die COVID battle die er was, de COVID ontwikkelingen die er waren, te bevechten. Met goed beleid en een landelijke bewustwording, toename over COVID-19, waar ook het COVID-journaal een hele belangrijke rol heeft gespeeld. En natuurlijk de inzet van onze frontliniewerkers, is het ons gelukt om zaken gedaan te krijgen. Waarin we nu zitten, is dat we in een vrij gunstige positie zitten. We worden geprezen door internationale organisaties, onder andere de PAHO, CARICOM, de Europese Unie. Die hebben allemaal reeds ons gecomplimenteerd voor de aanpak. En we moeten daardoor niet de focus verliezen. We moeten blijven, alert blijven, op een mogelijke nieuwe golf. Omdat COVID-19 nog aanwezig is. Ik zal blij zijn als ik op een gegeven moment nu met 29 cases en we steeds minder positief hebben dat we op een gegeven moment, niet al te lange tijd, kunnen zeggen we zijn COVID-vrij. Maar ik ben me bewust ervan dat dat onmogelijk is. Omdat het moment dat je import hebt van personen, je altijd weer COVID kan krijgen. Waar wij moeten waken voor, is dat wij niet bang zijn om positieve te hebben. Maar dat wij de verspreiding van COVID-19 niet ongecontroleerd mogen laten plaatsvinden. En daarvoor moeten we snelle beheersmaatregelen kunnen uitvoeren. Mocht breken dat we te maken hebben met een lokale uitbraak. We hebben uitbraken gehad, ja. We hebben uitbraken gehad in Uitkijk. We hebben uitbraken gehad in Kwamala-Sumutu. We hebben uitbraken gehad in Apura. En zo hebben we op verschillende plekken in Suriname de afgelopen weken uitbraken gehad. En we hebben goed gecommuniceerd met de samenleving. We hebben de mensen eerlijk verteld waar die uitbraken waren, wat de oorzaken waren, wie daarvoor verantwoordelijk was. We hebben ook gemerkt dat de overheid beheersmaatregelen heeft toegepast, lokale beheersmaatregelen. Het afsluiten van een gebied, maar ook missies ernaartoe sturen, voorlichtingscampagnes op te starten in die gebieden. En dat heeft allemaal ertoe geleid dat we nu, dat ik met recht kan zeggen dat deze uitbraken geen massale uitbraken zijn geweest, maar slechts lokale uitbraken. En dat heeft allemaal ertoe geleid dat wij nu, vandaag de dag, 26 oktober, een hele riante positie hebben qua COVID-19. En ik wil de samenleving nogmaals bedanken, want ik merk het. Ik merk het, waar ik nog kritisch was een paar weken terug, ik merk dat de grote delen van de samenleving zich wel houden aan de maatregelen. Er zijn mensen, maar we zijn er nog niet. Iedereen wil feesten, iedereen wil een verjaardag vieren, iedereen wil elkaar weer een brasa geven. Helaas kan dat even nog niet. We zullen als overheid alles aan doen om de situatie onder controle te blijven hebben. We moeten grip hebben op de situatie.
En we gaan niet toestaan dat er nog steeds feesten worden gegeven en andere zaken zonder dat we daar tegen optreden. Dit was het dan weer voor het COVID-19 journaal. Houdt u er rekening mee dat de partiële lockdown is bijgesteld. Het uitgaansverbod is nu van 10 uur 's avonds tot 5 uur in de ochtend. Houdt u zich AUB eraan. We gaan zoals de minister het aangegeven heeft de goede kant op. Laten we met z'n allen voorkomen dat er een tweede golf komt in ons land. En aan de sporters hou je ook aan de maatregelen zoals aangegeven. Wij wensen u een goede nachtrust toe en zien u morgen weer bij een andere aflevering van het COVID-19 journaal. Be safe.